Hartelijk welkom, beste kijkers, bij de laatste aflevering van dit jaar van het programma 100 Min en Ouder. Deze aflevering besteden we aan het hospice. In een hospice wordt palliatieve zorg verleend. En hieronder valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte en de naaste een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Er is dan, naast aandacht voor de lichamelijke klachten, eveneens aandacht voor de psychische, sociale en of spirituele behoeften. Door het verblijf in een hospice wordt de familie ontlast. Ze krijgen de gelegenheid om even rust te nemen. En bovendien kan zo de partner partner blijven, in plaats van verpleger te zijn. We kijken er liever van weg, maar worden er in ons leven onvermijdelijk mee geconfronteerd. De laatste levensfase kan thuis worden doorgebracht of in een ziekenhuis of in een verpleeghuis. Echter, een ziekenhuis of verpleeghuis is vaak onpersoonlijk en thuis is het soms te zwaar voor familie om 24 uur per dag zorg te bieden. Dan is een hospice een waardevol alternatief. En daarom belichten we in deze aflevering de ins en outs van dit fenomeen. We zijn bij het maken van deze aflevering getroffen door hoe bijzonder zorgzaam en liefdevol het er in een hospice aan toe gaat. Wij informeren u over wanneer je gebruik mag maken van een hospice, hoe het eraan toe gaat en wat de kosten zijn. Laten we eerst even naar de cijfers en feiten kijken en luisteren. De gespecialiseerde hospicevoorzieningen in Nederland staan bekend onder verschillende namen. Er worden vier typen onderscheiden. Een bijna-thuishuis-hospice, een high-care-hospice, een afdeling in het verpleeghuis of een afdeling in het ziekenhuis. Een bijna-thuishuis-hospice, waar deze aflevering over gaat, onderscheidt zich van de andere typen door de huiselijke sfeer. Het bijna-thuishuis wordt volledig gerund door vrijwilligers die worden ondersteund door verplegend personeel. De gast behoudt de eigen fysiotherapeut, huisarts en geestelijk verzorger. Nederland beschikt over 145 hospices, waarvan circa 100 bijna-thuishuizen. In Nederland werken circa 11.000 vrijwilligers in de palliatieve zorg. In de nabije omgeving van de gemeente Edam-Volendam zijn de twee bijna-thuishuizen. Hospice Leegwater in Middenbeemster en de hospice In Vrijheid Waterland in Purmerend. Een opname in een hospice wordt vergoed via de wet langdurige zorg als de huisarts heeft vastgesteld dat de levensverwachting minder dan 3 maanden lijkt te zijn. Daarnaast worden de kosten van het wonen gedekt door de zorgverzekeraar. Dit afhankelijk van hoe de gast aanvullend is verzekerd. Het gaat hierbij om de huur van de kamer, de regelmatige schoonmaak, het gebruik van telefoon, televisie en internet, het wassen van linnengoed en kleding en de verzorgde maaltijden voor de gast. Omdat we steeds langer thuis moeten blijven wonen, wordt verwacht dat in de toekomst vaker, in de laatste fase van het leven, gebruik wordt gemaakt van een hospice. Om die reden is er in het nieuwe regeerakkoord een regel opgenomen om de palliatieve zorg nog meer te stimuleren en te ondersteunen. We brachten allereerst een bezoek aan hospice Zorg aan Zee in Den Helder en vervolgens aan het hospice Leegwater in Middenbeemster, waar ook mensen uit onze gemeente tijdens hun laatste levensfase zijn verzorgd. Beide hospices zijn zogenaamde bijna-thuishuizen. We gaan eerst even naar hospice Zorg aan Zee in Den Helder. Anita, hoe is het hospice hier in Den Helder tot stand gekomen en wat is jouw rol daarbij geweest? Het is begonnen met een droom waarvan ik niet wist dat het een hospice zou worden uiteindelijk. Als meisje droomde ik over een lange gang met aan weerskanten donkere deuren. De gang was wit. En die droom liep eigenlijk als een rode draad door mijn leven heen. Het was niet beangstigend. En nu maak ik een sprong in de tijd. Op een gegeven moment heb ik iemand ontmoet. Die ging mij allerlei ingewikkelde vragen stellen. En op het eind van het gesprek
ja, was het concept van het hospice geboren. En die persoon heeft aan het eind van het gesprek gezegd: en ik ben uw eerste vrijwilliger. En toen dacht ik, ja, het zal allemaal wel. Maar het heeft geresulteerd in een bijzondere vriendschap. En samen hebben we de lijnen uitgezet. En ja, zijn we op een gegeven moment op zoek gegaan naar bestuursleden. Achter de financiën aan. Ja, en ja, 4, 5 jaar later is het hospice ontstaan. Het zou ook niet zo zijn dat ik daar als beroepskracht betrokken zou zijn. Maar ik ben gevraagd te solliciteren en ja, uiteindelijk heb ik ja gezegd. En nu mag ik samen met Janetta leiding geven aan dit hospice. Wat is een hospice eigenlijk? Een hospice is een veilige plek waar mensen in de allerlaatste fase van hun leven verblijven. En daar ook verzorgd worden en daar kunnen sterven. Gaat het alleen om mensen die hier komen om te sterven? In principe wel. Dat is wel ons doel. Hè. Daar is ons hospice voor. Maar het komt ook voor dat mensen soms opknappen. En ja, dan gaan we kijken van, god, kan deze persoon terugkeren naar huis? Of misschien een verzorgingstehuis. Maar ik heb inmiddels een tweede droom. En dat is uitbreiding van dit hospice. En dat gaat ook gebeuren. Sinds kort heten wij nu Zorg aan Zee. Zorg aan Zee biedt hospicezorg. Hospicezorg bij de mensen thuis. En nu ook sinds kort gastzorg. Hoe lang mogen mensen hier blijven? In principe varieert dat, maar ongeveer maximaal 3 maanden. En die 3 maanden, houdt dat ergens verband mee? Dat hangt met de financiën, hangt dat in verband. En daarbij ook het doel van ons hospice. Kijk, kunnen mensen onbeperkt verblijven in het hospice? Dan word je al gauw een verpleeghuisachtige setting. Ja, en dat zijn wij niet. Wij zijn echt gespecialiseerd in het begeleiden van de mensen in de laatste fase van hun leven. Hoe gaat het er in een hospice aan toe, overdag en ook 's nachts? Nou, vooropgesteld, wij hebben 1 uitgangspunt. En dat is niet uitgaan van de dood, maar uitgaan van het leven. En je kunt het vergelijken met een heel groot gezin. Ja, en waar begin je mee? 'S morgens gaan we kijken of de mensen wakker zijn. Er kunnen hier overigens 5 gasten verblijven. We praten niet over patiënten of cliënten. Maar iedereen die in dit huis aanwezig is, wordt verwelkomd als gast en zal zo ook benaderd en behandeld worden. Ja, we beginnen met overdracht. En ja, als de mensen wakker zijn, dan gaan we gelijk kijken, waar zijn de behoeften? Wil men gewassen worden? Of wil men nog even slapen? Wil men in de keuken ontbijten? Of wil men op de kamer ontbijten? Of wil men niet ontbijten? Ja, en zo gaan we eigenlijk de hele dag door. Het is zorg op maat. En ja, je kunt het vergelijken met een groot huisgezin. Hoe is de toegevoegde waarde voor de betrokkenen, voor de gasten en ook voor de familieleden, als je het vergelijkt met opname in een ziekenhuis of verblijf thuis? Ja, kijk, in een ziekenhuis is een instelling waar mensen met als doel om mensen beter te maken. Als mensen te horen krijgen van, ja, helaas, uw proces is onomkeerbaar, wij kunnen niets meer voor u betekenen. Ja, wordt er in gesprek gegaan met dan nog de patiënt om te kijken waar wil men sterven. Dus dat vooropgesteld. Thuis is mooi, als dat kan. Maar niet in alle situaties is het mogelijk om thuis te sterven. In het hospice is het zowel voor de gast als voor dienstnaasten. Ja, een verblijf in rust, in liefde, in licht. Daarbij komt in een thuissituatie, wie verwelkomt het bezoek? Wie zet er koffie? Wie houdt het huis schoon? Wie doet de boodschappen? Wie kookt er? Wie vangt emoties op? Wie heeft er een baan? Ik zit nu al op 8, wie heeft er werk? En wie mag er partner of kind zijn? In het hospice doen we die zorg allemaal samen. We zorgen en voor de gast en voor dienstnaasten. Dus we nemen heel veel
druk en zorgmomenten delen we met de familie, waardoor een partner partner kan zijn, waardoor een kind kind kan zijn en waardoor familie weer familie mag zijn. Ik kan me voorstellen dat, dat mensen die inmiddels wel weten wat een hospice is, ervan weerhouden worden, omdat ze zich misschien de kosten die dat met zich meebrengt niet kunnen veroorloven. Is dat een reële angst? Wat mij betreft niet. Kijk, ik kan niet praten voor andere hospices, maar in ons hospice is ieder mens welkom, ongeacht rang, stand, kleur, achtergrond, geloof. En wat de kosten betreft, kijk, dat is ons mensvisie, dat is ook de visie van het hospice. De verzorgkosten, dus de verpleegkundige zorg, dat wordt altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Het enige wat wij vragen is een bijdrage van €30 per dag voor bed, bad en voeding. Aanvullend verzekerden, die kunnen dat geld terugontvangen van de zorgverzekeraar. En mensen die anders verzekerd zijn of niet aanvullend verzekerd zijn of niet de financiële mogelijkheden hebben om die €30 te betalen, dat zal voor ons geen belemmering zijn om deze mensen op te nemen in het hospice. Dus iedereen is welkom. Ik ga direct over vrijwilligers hebben, maar zijn er ook verpleegkundigen aan het werk hier? Ja, wij hebben 24 uur verpleegkundige zorg. Dat bieden wij, dus dag en nacht. We hebben 8 verpleegkundigen, gedetacheerd van een thuiszorgorganisatie, in dit geval de Omring. De verpleegkundigen worden gedetacheerd aan het hospice. Ja, en dat zijn ook 8 vaste verpleegkundigen die hier werkzaam zijn. Een hospice kan niet werken zonder vrijwilligers. Hoe word je vrijwilliger in een hospice? Dat is heel mooi, een prachtige vraag. Wij zijn dus een vrijwilligersorganisatie, dat vooropgesteld. Ja, vrijwilligers, het is de mond-tot-mond reclame. Soms is er familie of naasten van overleden mensen die hier verbleven zijn. Die zeggen van, nou, we vinden dit zo mooi, het werk moet voortgezet worden. De mensen melden zich dan heel spontaan of vaak al in de situatie, kan ik hier werken? Nou, dan gaan we in gesprek. Het is nu zo verankerd hier. Het hospice is zo verankerd in deze gemeenschap, in deze samenleving, in Den Helder. Ja, mensen melden zich spontaan. Dan zijn er vrijwilligers. Kan ik me ook voorstellen dat goede vrijwilligers, dat je die graag aan de hospice wilt blijven binden. Ja. Wat moet daarvoor gedaan worden? Het is vinden en binden. Nou, zowel Janette als ik doen de intakes met de nieuwe vrijwilligers. Daar trekken wij ook ruim de tijd voor, hè, zodat we goed met elkaar in gesprek kunnen gaan. De diepte. Men denkt dat het heel, heel spannend is, zo'n gesprek, maar dat valt reuze mee. We steken in, althans dat doe ik zelf, ik steek in op de kernkwaliteit van de persoon die zich meldt. En daar zoek ik naar, zo van wat kunnen wij als hospice bieden voor deze persoon, zodat deze vrijwilliger zich als een vis in het water gaat voelen. Ja, en daarnaast doen wij heel veel aan deskundigheidsbevordering. We organiseren heel veel voor de vrijwilligers. Vrijwilligers worden heel betrokken bij de organisatie. Ja, het is een prachtige groep mensen. Een grote saamhorigheid. Er ontstaan vriendschappen onderling. Er is een groep vaste vrijwilligers die 1 keer per jaar op reis gaan met elkaar. Er zijn wandelgroepen ontstaan. Dus het heeft ook naast het werk in het hospice een heel sociaal aspect onderling. Ja, het is hartverwarmend. Ik sprak een van je vrijwilligers, Mijn Jansen. Ja. En laten we daar eens naar kijken. Ja, heel graag. In een hospice komen mensen te overlijden en heel veel mensen zijn daar bang voor. Ja. En toch ben je vrijwilliger. Ja. Wat was jouw motivatie om te kiezen voor vrijwilliger te zijn in de hospice? Nou, dat was niet zozeer een vrijwillige keus, maar een vriendin van mij, die dat al jaren deed, die vertelde daarover en die vond dat het voor mij ook wat was. Nou, de eerste reactie is dan, nou, echt niet, nooit, geen denken aan.
Maar dan op een gegeven moment, dan denk je erover na. En dan is het wel raar als je nee zegt tegen iets wat je niet kent. Want ik kende dus het woord hospice, maar wat het inhield, wist ik niet. Dus ik heb een afspraak gemaakt. En dan sta je voor een deur en je belt aan en dan vraag je je af, hoe ben ik hier nou weer in beland? Hoe heb ik me dit weer aan kunnen doen? Nou, de deur ging open. Iemand die ik kende deed open. Dus ja, dat was alweer een hele opluchting. Dus de drempel werd wat lager. En het gesprek met Anita, dat was zo, ja, was gelijk aan. Het was goed. Het voelde goed. Hoe lang doe je dit werk al? Inmiddels 7 jaar. Ruim 7 jaar. Betekent dat dat je dan meerdere dagdelen per week daar bent? Of gaat dat anders? Nou, we hebben een zelfsturend rooster. Je kunt dus inroosteren. Sommige mensen komen dus meerdere dagdelen. Voor mij is dat wat moeilijk, want ik werk nog. Ik heb een baan met wisselende diensten. Dus als er ergens een gat valt, dan word ik geappt door of Anita of Janetta. En dan vul ik dat gat op. Dus het is voor mij heel wisselend wanneer ik werk. Geen vaste dagen. Hoe is je ervaring met mensen die in de laatste levensfase verkeren in een hospice? Nou, heel positief. Je zou, de meeste mensen denken zo, dat het een hele droeve gebeurtenis is. Maar er is heel veel humor, er is heel veel gezelligheid, saamhorigheid. De mensen zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus het zijn lotgenoten en de betrokkenheid naar elkaar toe ook, dat verbaast mij. Dat vind ik dat heel mooi om te zien. De vriendschappen die onderling dan gesloten worden met elkaar. Het op elkaar letten en passen. En troosten ook. Voor de gasten, maar ook de vrijwilligers onderling. De band is heel erg goed. Ondanks dat er, ik dacht, 120 vrijwilligers zijn, denk ik dat menig bedrijf jaloers is over hoe dat met elkaar omgaat. Hoe dat door één deur gaat. Geven gasten ook wel eens levenswijsheden mee? Ja, zeker de wat ouderen die dan heel goed er nog bij zijn. En vertellen over vroeger, hoe dat ging, hoe dat nu gaat. En dan ook toch wel het idee van, maakte ik me vroeger maar niet zo druk? Want uiteindelijk, waar gaat het over? Dat zijn de dingen. En eigenlijk van, pluk de dag. Doe het nu. Stel het niet uit. Jammer dat ik dat nooit gedaan heb. Altijd voor me uitgeschoven. Dat zijn toch wel de dingen die je regelmatig tegenkomt. Meini, wat voor werk doe je als vrijwilliger in het hospice? Grotendeels de kookdiensten. Ik ben, als het moet, als het zo uitkomt, aan bed. Maar meestal is het of de lunch of het avondeten. Is dat een hectisch moment of gaat het allemaal gemoedelijk? Het scheelt wel eens. Het ligt er natuurlijk aan hoeveel mensen je aan tafel hebt. Soms heb je er 15, soms heb je er 4. Dat scheelt wel eens. Je hebt ook wel eens een familie in de serre die komt van buiten. Die willen graag wat eten, die zet je apart neer. Dus dan ja, is dat even een, met z'n tweeën doe je de dingen. En dan is dat wel even een hectisch moment, ja. Ik begrijp hieruit dat het niet alleen gaat om koken voor de gasten, maar ook koken voor familie die eventueel aanwezig is en voor andere vrijwilligers. Ja, we werken sowieso met 2 vrijwilligers per dienst. Dan is er een verpleegkundige, dus dat is al 3. Dan hebben we de gasten, 5 kamers, 5. Hebben die nog een partner of kinderen of familie van buiten de stad, dan is er een mogelijkheid om te blijven eten. Kook je altijd vers voor de mensen? Elke dag wordt er vers eten gehaald op verzoek. Wat willen de gasten eten? En we proberen het op elkaar af te stemmen. Soms wil dat niet helemaal. En dan worden er gewoon 2, 3 dingen gekookt. Op verzoek van de gasten. Je hebt de beelden van Meini Jansen gezien. Wat is jouw reactie? Ja, het klopt. Het is hartverwarmend hoe Meini betrokken is bij deze organisatie. En niet alleen Meini, maar we hebben 140 vrijwilligers die ja, even betrokken zijn. En wat Meini verwoordt is zo wezenlijk hoe het er ja, in de dagelijkse gang van zaken aan toe gaat in dit hospice. Ja, heel mooi. Wij hebben Nancy gesproken, de partner van een van de gasten die hier vorig jaar verpleegd is geweest.
En laten we daar eens naar luisteren. Nancy, jij en je man die vorig jaar overleden is, die hebben gebruik gemaakt van het hospice in Den Helder. Waarom hebben jullie het besluit genomen om hier te zijn? Nou, ik zat in de opleiding voor het werk wat ik nu doe, maatschappelijk werker. En Anita kwam daar bij ons een gastles geven en die had aan mij heel erg uitgelegd, of aan ons, aan de klas, wat het hospice deed en hoe het eruit zag. Dus toen ik thuis kwam, heb ik dat natuurlijk aan Dolf laten zien, mijn man. En ja, je verwacht niet dat het zo snel op je pad gaat komen, maar doordat wij er zoveel over hadden gesproken, had hij zoiets dat hij het huis voor onze zoons veilig wilde houden. Wij hebben 3 zoons en 2 daarvan zijn nog heel klein. En hij wilde echt niet overlijden bij ons in het huis, omdat hij dat voor de jongens niet wilde. En toen zei hij van, weet je nog dat we het over het hospice hadden gehad. En als het voor mij de tijd is om dat ik te ziek ben of dat het niet meer kan thuis wonen, wil ik graag naar het hospice. Dus zodoende heb ik contact opgenomen met Janetta. En zijn wij tot dat besluit gekomen om hierheen te gaan. Hoe zijn de ervaringen van zowel je man als van jou geweest tijdens zijn verblijf hier? Ja, onwijs mooi. Dat klinkt misschien heel gek in zo'n situatie. Maar wat hier allemaal kon en wat ze voor ons geregeld hebben, dat is wel echt uitstekend. We hebben echt hele mooie dingen beleefd hier. Alles kon ook. Als we wat aangaven, er werden heel veel dingen hier gevierd van ons, omdat in die maanden ik jarig was, onze trouwdag, moederdag. Nou, en niks was te veel. Alles kon. Als we Dolle wat had gevraagd om mij te verrassen met moederdag, was dat echt heel erg goed geregeld. En met een high tea en mijn familie uitgenodigd. Dolf heeft 2 keer hier met zijn band opgetreden, omdat hij heel graag nog zijn familie wilde laten zien wat hij speelde. Dus dat is hier allemaal geregeld. Dat is echt fantastisch. En dat was ook de ervaring van je man? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Hij kwam hier echt heel ziek binnen. En kreeg hier voor het eerst een morfinepomp, waardoor hij na een week echt wel weer heel erg opknapte. En hij heeft echt wel hier ook 's nachts spelletjes gespeeld met de vrijwilligers. Hij heeft het echt hier. Dat heeft hij ook echt 1000 keer uitgesproken naar iedereen. Dat hij zo heel dankbaar was dat hij hier de goede zorg kreeg. En je noemt nu dat er vrijwilligers bij waren. Hoe was jullie ervaring met de vrijwilligers? Ja, die zijn echt fantastisch. Ja, die zijn hier dag en nacht. En je kan het zo gek niet bedenken of het kon. Als ik zelf dan een hele dag bij Dolf was geweest en vooral later dat hij echt heel ziek was. En ik dacht heel even, oh, ik moet heel even. Dan kon ik gewoon naar buiten en dan zei ik tegen de mensen die hier werkten van, ik ben heel even weg, willen jullie even opletten? Nou, niks was te veel, alles kon. Het is nu meer dan een jaar geleden dat je man overleden is. Je bent nu hier, kom je hier nog wel eens vaker? Ze komen naar mij. Nee, ik wilde wel dat vlak nadat Dolf was overleden ben ik hier geweest om te bedanken en om nog even bij te praten. Toen ben ik eerlijk gezegd heel lang niet meer geweest, omdat ik de stap best groot en niet voor hier, maar gewoon voor mezelf best heel groot vond. Maar omdat ik tegen Janetta had gezegd dat ik het interview zou doen, ben ik vorige week hier wel geweest om weer even. Maar dat was fantastisch. Het was gelijk weer. Het was helemaal niet eng of raar. Het was gelijk weer warm. En hoe heeft toen de omgeving gereageerd op het verblijf van je man hier in het hospice? Heel wisselend. Heel veel mensen vonden het wel echt een heel mooi iets. Maar ik had ook wel, kwam ook wel vragen tegen waarvan ik dacht, nou, mensen weten echt niet wat een hospice inhoudt. En dat waren echt antwoorden dat ze vroegen aan mij, wanneer komt Dolf dan weer uit? Of mag je dan niet meer naar buiten? Dus mensen hebben, die er echt nog nooit mee te maken hebben gehad, wel een hele verkeerd beeld daarvan. Want je kan gewoon 24 uur per dag naar hem toe, maar hij kan ook 24 uur per dag naar buiten. En hij kon ook gewoon mee naar huis als hij dat wilde. Of naar de zee hebben we ook heel vaak gedaan. Dus dat verbaasde mij echt heel erg dat mensen zo'n idee hadden van het hospice. En dat is nu anders, denk je? Nou, ik denk dat als je er echt gewoon nog nooit mee te maken hebt gehad, dat je daar misschien wel een verkeerd beeld van kan hebben. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat het juist echt heel mooi is en dat jij juist wel alle vrijheid krijgt om gewoon nog van je laatste paar dagen, maanden nog iets heel moois te maken. Nancy gaf in haar reactie gaf ze een beeld van de omgeving. De manier waarop mensen uit haar omgeving reageren op het verblijf van haar man hier in het hospice. En dat was toch wel een opmerkelijke. Ja, ik herken het. Dat we het hospice gingen oprichten was, ja, je moet het vergelijken met onbekend maakt onbemind. Inmiddels zijn wij zo verankerd in de samenleving en kent iedereen het hospice en zijn al die doelen bijgesteld.
Ik stel voor dat we twee van onze gasten gaan ontmoeten. Anna, kan je iets vertellen over je verblijf in het hospice, hoe je het hier vindt? Ik heb 6 weken thuis gebleven, na mijn ziekenhuisopname. Dat was doodeng. Ik ben hier gekomen en ik voel me als een baby. Ik ben geboren met veel liefde. En ik heb het idee dat ik weer ga ook met heel veel liefde. Zo voelt het, een warm bad. En hoe vind je de verzorging hier in het hospice? Super, allemaal. Kan je er iets over vertellen? Eén druk op de knop en ze zijn er. Je hoeft niet angstig te zijn. Je krijgt meteen je nodige medicatie als het moet. Als het niet moet, doen ze het niet. Ik kom zelf uit de zorg, want ik ben bij de omringing heb ik ook gewerkt. Dus ik vind het echt super. De meiden zijn echt super meiden, echt. Als ik niet ziek had geworden, had ik hier komen werken. Ach, schat toch. Ja, dat meen ik echt. Serieus. Wat mooi. Ja. Dus. Hey, en hoe is het nu met je angst? Want dat ik jou thuis ontmoette, toen ging het eigenlijk hoofdzakelijk over de angst. Hè? Het alleen zijn, alleen thuis, je ziekte, die heel ernstig is. Ja. Die angst is weg. Vorige week heb ik een rare ervaring gehad. Ik ben weer teruggekomen. Heel bijzonder trouwens. Maar die angst is helemaal weg. Ook door mijn ervaring, maar ook door het feit dat als er iets ergs gaat gebeuren, dat ik gewoon de medicatie krijg, dat ik niet hoef te lijden. Nou, dat is alles. Dat is fantastisch. Hanna, je verblijft nu 5 weken in het hospice. Kun je iets vertellen over je ervaringen? Ik kwam hier. Het was eerst even vreemd natuurlijk, die eerste morgen. Maar later voelde ik me eigenlijk hartstikke fijn bij jullie. Dat weet je. Jullie zijn hartstikke lief van ons allemaal. En daar geniet ik ook van. En ja, ze verzorgen ons goed. We hebben alle dagen schoon linnengoed. En ja, het is fantastisch, hè? Lieve mensen, schatten. Hè? Dus, ja, hoe moet ik het verder? Het is 's morgens lekker onder de douche. En de ene keer dan doen ze je haar wassen. En de andere keer dan... Maar wel alle dagen onder de douche. En dan ga ik 's morgens, als ik gedoucht heb, ga ik lekker ontbijtje doen. En dan gaan we heel gezellig, hè, koffie drinken. En als dat gebeurt, dus ja, dan zijn ze allemaal een beetje... Nou, mensen natuurlijk verzorgen. En dan ga ik in een stoel zitten en dan ga ik naar mijn luisterboek lezen. Of luisteren. En dat vind ik heerlijk. En dan komen ze me later weer halen voor het ontbijt. Nou, dan genieten we ook heerlijk, hè, want dat is gewoon zo. En dan later ga ik weer even naar mijn kamer en dan komt mijn broer en mijn familie. Nou, en dan zitten we gezellig of in de keuken of in de salon, zeg maar. Dus daar genieten we toch van. Ja, het is ook fijn dat we geen bezoektijden hebben. Dat het fijn is dat je eigenlijk dag en nacht iedereen die je lief is, dat je die altijd kunt ontvangen. En dat er voor iedereen koffie is en thee. Ja, daar staan ze ook allemaal voor open. En afgelopen zondag kwam mijn zoon nog even langs. Ik kwam naar de dienst, hè, helemaal in. Ja, dat was heel leuk. Dus dat komt dan gezellig aan. En daar geniet ik dan van, dat ik mijn kinderen zie. En natuurlijk allemaal. Dat is prachtig. Dus ja, ik heb eigenlijk helemaal geen wensen met je. Want het is heerlijk. Ja, echt waar, dat meen ik. Hospice in Vrijheid in Purmerend en Hospice Leegwater in Midden-Beemster zijn wat dichter bij huis. Het zijn prachtige, sfeervolle plaatsen waar veiligheid, zorg en gezelligheid worden aangeboden en bovendien vaak laatste wensen worden vervuld. Beide hospices werken goed samen. Wij bieden nu een kijkje in Hospice Leegwater, waar we door coördinator Lisette van den Boogaard gastvrij werden rondgeleid. Welkom in ons hospice Thuis van Leegwater in Midden-Beemster. We zijn een hospice, sinds 6 jaar zijn we geopend hier. We hebben 4 kamers voor bewoners en ik wil jullie graag even laten zien wat voor mooie locatie we hebben. We staan nu in de hal. Nou, zoals je ziet als je binnenkomt,
is het eigenlijk heel warm, huiselijk aangekleed. Het is niet een steriel centrum waar je binnenkomt, maar eigenlijk gewoon meer dat je denkt, goh, best knus en gezellig hier. Het is op het moment redelijk rustig. We hebben een mevrouw die even hier aan tafel zit, maar verder zijn de bewoners op hun kamer. Vanochtend was het hier net een verjaardag, zat er een bewoonster met allerlei familie gezellig aan de koffie met gebak. En dan heb je eigenlijk het gevoel dat je beter bij je tante in de huiskamer zit, in plaats van in een hospice waar erg zieke mensen liggen. Nou, zoals je ziet is het allemaal gezellig aangekleed, leuke kleuren. We hebben hier gewoon een grote eettafel waar de vrijwilligers zitten, waar vaak familie eet, waar ook bewoners eten die nog van de kamer afkomen. Dus eigenlijk een plek waar gewoon iedereen te vinden is. We hebben hier een hele mooie keuken. En we hebben daarbij de luxe dat we eigenlijk van alles gemakken voorzien zijn. We hebben een koeker op de kraan, zodat we makkelijk thee kunnen maken. We hebben een grote kookplaat, we hebben stoomoven, magnetron, oven, koffiezetapparaat. We zeggen ook altijd tegen de bewoners of tegen familie, als jullie koffie of thee willen, daar staan de kopjes, daar kan je warm water. Pak gerust, voel je je thuis. En we willen je met alle liefde bedienen, maar als jullie zelf willen pakken of voor je bezoeken, ga lekker je gang. En ja, doe alsof je gewoon thuis bent. En dat vinden mensen fijn en wij vinden dat eigenlijk ook fijn. Ik ben dan de coördinator. Ik ben er 4 dagen in de week en ik heb 2 vervangsters die hier op vrijdag voor mij waarnemen. Verder draaien we eigenlijk grotendeels op vrijwilligers en die hebben ook weer een aantal hun eigen taken, onder andere de kookgroep. Kookgroep is een groep vrijwilligers die de maaltijden eigenlijk voorbereidt. Alles wordt vers gemaakt en vers ingevroren. We hebben hier 3 grote vrieskasten. Hier staan allerlei lijsten op met de producten die wij in huis hebben. En die zijn allemaal volgens regelgeving gecertificeerd. Er zitten allemaal kleine pakketjes in. Nou, je kan zien, mensen eten natuurlijk kleine hoeveelheden. Dus we hebben allemaal kleine porties. Wordt allemaal gecodeerd. En dan, zodat we ook het verste het eerst gebruikt wordt. En dat we goed bij kunnen houden op deze lijst hoeveel voorraad we nog hebben. En als we zien van nou, het wordt weer minder of we hebben de soep raakt op. Dan krijgt iemand van de kookploeg een seintje. En dan wordt er weer bijgemaakt. Dus nou, dat is eigenlijk een heel mooi systeem en dat werkt heel goed. Nou, net als alle gemak in de keuken hebben we ook nog wat andere apparatuur, zoals bijvoorbeeld de airfryer. Dat maakt het gewoon heel erg makkelijk. Mensen hebben toch nog wel vaak zin in een kroketje of iets hartigs om dat te maken. En het is niet te vet, dus ze hebben er niet veel last van. Maar ja, zo kan je altijd, als iemand ergens zin in hebt, dat voor ze maken. En dat is gewoon, die wordt heel veel gebruikt. Nou ja, ook maken we vaak verse smoothies van fruit en wat yoghurt. Er zijn ook bewoners die gewoon minder trek hebben en dat wel heel erg lekker vinden. Dus dat doen we ook allemaal hier. Ja, het weer zit niet helemaal mee, maar ik wilde jullie toch even onze tuin laten zien. We hebben naast de kookgroep ook een groep vrijwilligers van de tuinploeg. Het is nu najaar, maar de tuin is evengoed lekker opgeruimd. Er staat nog wat kleur in en hier kunnen de bewoners met hun familie ook lekker buiten zitten. Het is dit jaar helemaal fijn geworden, want we hebben en voor en hier aan de zijkant zonweer gekregen. Naar aanleiding van een golftoernooi van de Beemster hebben we een schenking gehad voor de zonwering. En deze tuin loopt eigenlijk door om de hoek en dan kom je bij de bewonerskamers achter, die ook allemaal hun eigen uitgang naar hun eigen terrasje hebben. Dus dat is ook weer heel fijn voor iedereen. Nou, we hebben 4 bewonerskamers. Voorheen hadden ze allemaal namen van de gemeentes, maar omdat die zijn samengevoegd, hebben we nu gewoon kamer 1 tot en met 4. Ik heb met de bewoners van kamer 1, die is er even op uit afgesproken dat we daar even op de kamer mogen kijken. Dus daar gaan we even naartoe. Nou, we gaan nu even op een kamer kijken. Dit is een van de bewonerskamers. Ook deze zijn ruim een jaar terug helemaal opnieuw gestyled. Waren allemaal wat somberder van kleur. Elke kamer heeft nu zijn eigen kleur. Nou, je ziet het rustig, maar toch ook een beetje kleurrijk. Deze heeft wat meer groen tinten, een andere heeft wat meer met bruinig. Een kamer met een beetje lila. Elke kamer heeft zijn eigen tv, dvd, eigen koelkastje. Ja, eigenlijk voor de mensen gewoon een hele fijne plek waar ze kunnen zijn. Nou heb ik gehoord dat in een van deze kamers een paard geweest is. Ja, dat klopt. Wat is het verhaal erachter? Ja, we hadden van het voorjaar een bewoonster en dat was nog een vrij jonge vrouw. En die kwam bij ons en toen was ze eigenlijk heel erg ziek. En ik zei, goh, heb je nog wensen? En hoe klein kan het zijn? Ze wilde heel graag haar kat nog eens een keer zien. Omdat ze vanuit huis zo naar het ziekenhuis was gegaan. En toen zei ik, goh, is dat echt alles? Toen zei ze, nou, ik zou ook nog wel eens een paard willen ruiken en aaien.
En toen zei ik ook, hoe kom je daar zo bij? Nou, dus ik heb altijd paarden gehad. En anderhalf jaar terug werd mijn moeder ziek, die heb ik verzorgd. Toen moest mijn paard weg en daarna werd ik ziek. En ja, ik heb eigenlijk nooit meer een paard gezien. Dus toen dacht ik, jeetje, wat moeten we hiermee? Maar toen zei ze eigenlijk gelijk, ja, maar ik ben eigenlijk veel te ziek, het kan nou niet meer. En toen een aantal dagen later, na het weekend, toen was het eigenlijk een stukje beter. En toen zei ze ook, nou, ik geniet weer een beetje. Toen dacht ik, hé, nu moeten we actie ondernemen. Dus toen ben ik via de zussen in contact gekomen met een manege hier in de buurt. En die zijn op dinsdagmiddag, zonder dat zij er wat van wist, hebben we achterom een paard geleid. En die is echt, nou ja, via de openslaande deuren bij haar in de kamer geweest. En dat was gewoon echt een prachtig moment. Het is echt, je maakt hier soms hele heftige dingen mee, maar ook gewoon hele mooie dingen. En als je dat stralende gezicht zag en de blijdschap, dan denk je, wauw, dat zoiets voor ons kleins, voor haar zo groot kan zijn. En dat is gewoon heel erg mooi. Dus dat is een hele mooie herinnering. Een paard, dat is nogal wat. Mag ik hieruit afleiden dat er wel meer van dat soort gekke verzoeken gedaan worden? Ja, het zijn niet altijd verzoeken van mensen, maar het zijn meer tussen de regels door lees je wel eens en hoor je wel eens dingen waarvan je denkt, kan ik hier wat mee? Ik heb ook wel een bewoonster gehad die dan wel aangaf dat ze vroeger aan rolstoeldansen had gedaan, waarvan ik dacht van nou, misschien kunnen we daar wat mee. En toen heb ik Walking Wheels benaderd en die zijn hier op een zaterdagmiddag in de huiskamer geweest, hebben we alles ontruimd en heeft ze een paar uur nog rolstoeldansles gehad. En zij draaide hier ook vaak cd's van zanger Lenny. En toen hoorden wij via een vrijwilliger die haar zus kende, die zanger. En toen hebben we ook contact gelegd. En toen hebben we, zonder dat ze wat wist, een huiskamerconcert hier geregeld. En dat was de dag eigenlijk voordat die mevrouw euthanasie zou krijgen. En dat was met haar familie. Dat was ook zo'n heel bijzonder moment. Dus soms maak je hele trieste dingen hier mee, maar ook gewoon hele mooie dingen. Dus het is echt hele bijzondere plek, ook om te werken, maar ook voor alle vrijwilligers. En Nou, we hadden het net al over dat het mooi is ook om bewoners te verwennen. En soms kan je dat met een wens doen of iets. We hebben hier ook nog we zijn wel gezegend met een heel mooi bad. Het is een speciaal bad, een soort lichtbad met bubbels, waarvan de deur ook open kan. En mensen die veel pijn hebben of koud hebben of last van hun lichaam vinden het soms heel fijn om in zo'n warm bad te liggen en lekker te ontspannen. Sommige mensen kunnen niet meer zelf uit bed of moeten met de rolstoel. Dan kunnen we ook de tillift erboven hangen, dat we met de tillift in het bad tillen. Het wordt niet wekelijks, niet dagelijks gebruikt, want het is voor sommige mensen te vermoeiend. Maar de mensen die er gebruik van maken, vinden het gewoon heel erg fijn. Dus dat is gewoon een mooi extraatje wat we ook nog kunnen bieden. En daarnaast hebben we ook een aantal vrijwilligers die ervaring hebben met massage. Dus die doen wel eens handmassages of pedicure wordt hier regelmatig geregeld. Of een kapper net wat er nodig is. En dit soort extraatjes en de mensen een beetje daarmee verwennen. Die verzorging is ook gewoon fijn. En dat is zeker niet alleen de dames, maar ook de heren vinden dat gewoon echt prettig. Lisette, jij noemt ook weer dat jullie gebruik maken van vrijwilligers. Ja. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie hier in dit hospice? Nou, heel erg veel. Alles bij elkaar, als ik echt de handymannen, de handige mannen die de klusjes doen, de tuingroep, de PR-groep enzovoorts optel, zitten we zeker wel rond 100 vrijwilligers. Als ik het heb over de vrijwilligers aan bed, denk ik dat we op het moment rond de 73 zitten. Dat klinkt heel veel, maar als je bedenkt dat we 8 vrijwilligers per dag nodig hebben, zit je al op 56 per week. Dan heb je ze zeker nodig, want ook daar zijn mensen die wegens ziekte vakanties uitvallen. Dus vrijwilligers zijn natuurlijk altijd van harte welkom. We hebben liever dat we nog wat extra handen hebben als wat minder. En zonder die vrijwilligers konden we ook niet draaien. Kijk, ik ben hier zelf dan 4 dagen in de week, maar we doen het met elkaar. En als zij er niet zijn, dan kan ik mijn baan wel opzeggen. En het is gewoon met elkaar leveren zulke mooie zorg. Dus we hebben ze keihard nodig, ja. Prachtig, vindt u niet? En mooi dat er zoiets is in plaats van meer onpersoonlijke ziekenhuizen of verpleeghuizen. Nel Bootsman, vrijwilligster in Hospice Leegwater, is zo geraakt door wat ze daar ervaart dat ze droomt van een hospice in de gemeente Edam-Volendam. We zochten haar op. Nel, jij bent initiatiefneemster om een hospice in de gemeente Edam-Volendam tot stand te brengen. Hoe ben je op dat idee gekomen? Nou, ik werk 11 jaar in de zorg en op een gegeven moment vroeg eens iemand voor palliatieve zorg. En dat ben ik eens achteraan gegaan om te kijken wat dat is. En dat blijkt dat je dan een vrijwilliger mag worden in een hospice. En dat is best wel zwaar.
En ik heb dat gedaan. Ik heb diverse cursussen gedaan. En ik ben daardoor al 6 jaar vrijwilliger in het hospice in de Middenbeemster. Wat opviel, dat was het enthousiasme waarmee je dat verzoek deed om ook in de gemeente Enevoldendam een hospice van de grond te krijgen. Ja. Is dat idee alleen maar ontstaan omdat je zo enthousiast als vrijwilliger in de Middenbeemster bezig was? Nou, ook met name natuurlijk, want het is gewoon een prachtig beroep. En er waren ook een paar Volendammers bij ons gewoon in het hospice in de Middenbeemster. En dan hoorden ze mijn geluid. Ik probeerde netjes Nederlands te praten, maar dan zeiden ze altijd, oeh, de rijden weer hoor. En dan was het, kom even bij me zitten, is er nog nieuws? Nou, en toen had ik zoiets van, als je nou aan het laatste stukje van je leven bezig bent en je ligt dan in het hospice in de Beemster, zou het misschien in Volendam kunnen? We kunnen zoveel in Volendam, dus. En dat is mijn grote wens, om het ooit voor elkaar te kunnen krijgen, om een hospice in Volendam. Gemeente Edam, Volendam natuurlijk, want iedereen is welkom. En toen kwam je weer terug in Volendam en liep je rond in het Nicolaashof. Ja. En toen ging geleidelijk aan het balletje rollen. En daar was je natuurlijk ook weer bij betrokken. Ja, 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 op een gegeven moment toen heb ik dat er zo eens laten vallen onder collega's. En toen een collega van mij die zegt, oh, dan moet je mijn broer hebben. Nou, en dat ben jij dus, Jan. En dus Jan die stond netjes op te sporten dus, met Simon Hansen. En nou, jullie waren ook allebei erg enthousiast om dat te proberen te realiseren. Nou, en van het een kwam het ander. In de tijd van no time had ik grote snoeken in het net. En dat wil ik graag zo houden, want het gaat fantastisch. En dan, wat is je mooiste ervaring als vrijwilliger in het hospice in de Middenbeemster? Nou, de dankbaarheid van de mensen en de liefde die je weer terugvangt. En, oh, wat ben ik blij dat je er bent en zou jij voor mij? Tuurlijk willen we dat voor jou, maar gewoon de positieve aandacht en die wij dan kunnen hebben. We lopen ook te zingen en we lopen ook malle praten verkopen. En er is iemand die wilde graag nog rolstoel dansen. En er was iemand die wilde nog met de hele familie Chinees eten. Ik bedoel, het is gewoon een leven. Alleen het is het laatste stukje. En wat is er dan mooier als er op jouw dierbaar, heb ik straks al gezegd, wordt gepast. En wij vinden het prachtig om te doen. We hebben ze in allerlei soorten. Tuinmannen, kokkinnen, klein lichthuishoudelijk werk. Maar de bewoner staat op nummer 1. Dus als die veel zorg nodig heeft, dan vervalt het hele rattenplan. De bewoner staat op 1 en dan komen pas die bijbaantjes. Nou, ik heb gehoord dat jij Mona Keizer benaderd hebt. Ja, dat was ook een van de eerste personen die bij mij opkwam, omdat ze toen minister van de Zorg was. Dus ik denk, nou, ik ga eens kijken. En die was zo enthousiast. Ze zegt, nou, je hebt mijn volledige aandacht, je hebt mijn volledige steun. Dus als je me nodig hebt, dan hoor ik het wel. Dus daar zullen we er aan houden. Ja, inderdaad, inderdaad. Ik weet niet of ze er nu nog tijd voor heeft, maar denk het wel. Het is ook een zorgmens. Inmiddels doet een projectgroep onder leiding van Erik Bond onderzoek of de droom van Nel is te realiseren. We spraken hem in zijn kantoor. Erik, jij bent door Nel Bootsman gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een hospice in de gemeente Edam-Volendam. Daar heb je ja op gezegd. Hoe heb je dat aangepakt? Nou, zoiets kun je niet alleen natuurlijk. Ik heb daarover nagedacht en toen een team geformeerd die deskundigheid bezit over een aantal factoren, met name over financiën, vastgoed en zorg. Nou, en daar ben ik in geslaagd en daar hebben we nu een klein team voor gemaakt om dingen te onderzoeken en dingen op te zoeken van ja, hoe werkt dit eigenlijk en hoe gaat dit in Nederland, hoe moet je dit voor elkaar krijgen, hoe komt zo'n gebouw er en wat is daarbij nodig. Dus daar is deskundigheid voor nodig en die hebben we nu in huis in het kleine team wat we hebben geformeerd. Kun je iets vertellen over je teamleden? Jazeker. We hebben een team vastgoed. Daar zit naast mijzelf zit daar ook Fred de Boer in. Fred de Boer is natuurlijk directeur van de vooruitgang in Volendam. En op het gebied van zorg hebben we Maarten de Vries. Dat is de oud-directeur van de zorgcirkel. En zijn voormalige rechterhand Menno Lewaarden. Of Leeuwarden, dat moet ik goed zeggen. En op het gebied van financiën hebben we Kees Schilder. Hij is fiscalist. En ook tevens thuis in zorgvraagstukken als oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Woningbouwvereniging. Dus hij weet ook van wanten. Ja, en we hebben met z'n vijf nu een klein ploegje waarin we de dingen uitzoeken. Met name Menno is iemand die graag dingen uitzoekt en die heeft heel veel inmiddels uitgezocht. Wat is je conclusie tot nu toe?
Nou, de conclusie is dat we moeten eerst. Het belangrijkste is natuurlijk om aan een locatie te komen. En daar zou de vooruitgang mogelijk een rol in kunnen spelen. Maar alles begint natuurlijk met een geschikte locatie. En we hebben daar nogal wat wensen natuurlijk voor. Want het moet ook wel beter zijn als wat er al is, hè, wat er al bestaat. Maar het moet een rustige locatie zijn met begane grond. Er is een heel lijstje met wensen wat ook via NL komt. En dat zou het mooiste zijn als dat zou kunnen realiseren. Daarna krijg je natuurlijk met andere dingen te maken. Zoals waar haal je de zorg vandaan en de vrijwilligers regelen. En het is wel een hele operatie, er komt nog wel wat bij kijken. Maar zoals je zei, dat het belangrijkste probleem is het vinden van een goede locatie. Ja. Dat veronderstelt dat er wel behoefte is aan een hospice in onze gemeente. Nou, als je gewoon, er is wat onderzoek gedaan al inmiddels door ons. En daar komt natuurlijk uit naar voren. Het is ook wel algemeen bekend dat de vergrijzing slaat natuurlijk enorm toe. Maar ook heel erg in Edam-Volendam. Waar blijkt dat de bevolking niet meer groeit, maar het aantal 75-plussers, dat gaat explosief groeien. Dat is een zorg voor ons allemaal. En daar hebben we allemaal verantwoording voor te nemen. En er komt steeds meer vraag naar dit soort zaken. Want individualisering is een feit in de samenleving. Mensen doen meer zelf. Mensen kunnen niet meer altijd zorg doen of beroep doen op hun kinderen. Mensen moeten nu gewoon meer dingen zelf regelen. Dat willen ze ook. Mensen willen gewoon hun laatste fase van hun leven. Willen ze graag dat dit gewoon goed geregeld is, dat er is. En door die stijgende vraag kun je niet alleen terecht in Midden-Beemster of in Purmerend, dan is het ook gewoon goed als het in eigen omgeving is. En wij denken dat daar door de veranderende samenstelling van de samenleving steeds meer vraag naar zal komen. Hoe gaat het nu straks verder? Nou, we zijn nu weer, ja, dat gaat wel tijd kosten, want locaties, ja, de grond is schaars in onze gemeente. We moeten in overleg, misschien is er een bestaande locatie, misschien kunnen we ergens aansluiten. We gaan nu met de teams verder om te kijken waar kunnen we wat realiseren. En dan moeten we dat in samenspraak kijken of we tot iets kunnen komen. Je zegt in samenspraak, dat houdt in dat los van een locatie, je zult, neem ik aan, ook straks financiers nodig hebben. Ja, het vastgoedgedeelte is natuurlijk iets wat een vastgoedontwikkelaar moet doen. Dat kan een coöperatie zijn, dat kan een privébelegger zijn. Die verhuurt het in feite aan de hospice. De hospice zal weer een stichting moeten worden. En de zorg wordt betaald door de zorgverleningen, de zorgwet. En het enige wat de mensen die in de hospice zelf zouden moeten betalen, is natuurlijk gewoon het eten en het drinken en de zorg en gewoon de verzorging van jezelf. Waar geld voor nodig is natuurlijk gewoon de inrichting van de hospice, het realiseren. Daar komen heel veel dingen bij kijken. En dat wordt natuurlijk niet gedekt door een vastgoedleverancier of een zorgleverancier. Dus de inrichting van het verhaal, ja, daar zal geld voor nodig zijn. En hebben jullie al een beetje kunnen nadenken over hoe dat geld op de proppen komt? Ja, er zijn allerlei ideeën natuurlijk over, tot het vragen van artiesten, tot allerlei andere goede doelen, wat je zou op andere manieren, waarop je mensen kan benaderen om geld te doneren. Maar eerst moet natuurlijk meer concreet bekend zijn of het allemaal gaat lukken, want het begint allemaal met een locatie. En daarna komt de volgende stap om dat soort dingen allemaal op te gaan pakken. Dus we willen wel pas met iets komen op het moment dat we verder zijn in tijd en verder zijn met het organiseren van zaken. Want er moet wel iets concreets op tafel liggen, wil je met iets kunnen komen. Het is nu nog een plan, we zijn nog in de onderzoeksfase, we zijn tot de conclusie gekomen dat het de vraag naar is, dat er is behoefte in de samenleving naar zoiets, gaat steeds meer komen. En nu gaan we kijken naar waar kan het gerealiseerd worden en hoe kan het gerealiseerd worden, in welke vorm. En daarvoor, ja, daar is wel tijd voor nodig. Dit was het weer, beste kijkers. Wij hopen u te hebben geïnformeerd over wat een hospice kan betekenen voor de zorg in de laatste fase van uw leven of dat van uw naaste. U bent van harte welkom bij Hospices Leegwater in Midden-Beemster en in Vrijheid in Purmerend voor een oriënterend gesprek. Wij zijn heel veel dank verschuldigd voor de bereidheid en moed van onze gasten om bij te dragen aan dit programma. Een diepe buiging. En nu zien we graag in januari 2018 terug. De meeste mensen denken zo dat het een hele droeve gebeurtenis is. Maar er is heel veel humor, er is heel veel gezelligheid, saamhorigheid. De mensen zitten allemaal in hetzelfde schuitje.